Jongens, daar zijn we weer bij een prachtige Content Fame video. We staan hier bij het huis van Rick en Noah en Anne. En ze zijn langzaam de kerst weer erin aan het brengen. Leuke zuurstokken, een cool, ja wat is het, kerstmannetje of zo met een stok. Oh, dit is Sinterklaas trouwens, of niet? Is dit Sinterklaas of is dit de kerstman? Ik weet het nou niet. Hij heeft een zo hoge punt ding en het lijkt wel zijn staf. En dat is Rick. Maar dat lijkt het alweer gewoon op... Ik weet het niet, jongens. Is dit Sinterklaas of is het kerstman? Laat het weten. Maar wat leuk dat jullie er weer zijn. Vandaag heb ik weer een leuke planning voor jullie. We zijn namelijk in Content Fame. En Rick vraagt wat ik ervan vind. Erg leuk. Jij vindt het ook mooi hier, dat. Ja. Yeah. Nou, laten we Rick even met rust. Dan kan hij gewoon lekker verder bouwen aan zijn kerstsfeertje hier. Huh? Zag ik een Bob lopen? Ik zag Bob lopen! Ik zweer het, wacht hoor, even slow-mo. Slow-mo edits van Ernst en Sebastian. Ik durf te weten dat ik Bob zag lopen hier. Huh? Ja, daar gaat hij. Kijk, daar is hij daadwerkelijk. Bob, hallo, Bob. Waar is hij? Hij is daar. Oh, dan moet ik langs het virus. Oh, dat... Jij mag wachten even, dan gaan we van omlopen. Bob! Hij was in quarantaine in die kamer, omdat hij bezig was met die beacons van hem. Waarom is hij nu buiten? Wat is hij aan het doen? Ik ben hem kwijt. Oh mijn god, ik ben hem oprecht kwijt. Oh, daar loopt hij, hij gaat de stad uit. Hier komen Bob. Hier komen. Bob, waar ga je heen? Je mag de stad niet uit met dat viruslichaam van je. Hey! Hey! Bob, wat ben je allemaal aan het doen, joh? Nou, ja, ik ben hartstikke in paniek, joh. Hoezo? Moet je weten. Nou ja, dat zal ik je heel goed vertellen. Lang, lang geleden. Nee, het gaat er niet om lang, lang geleden. Het gaat om nu. Ik heb jou gezegd. Ik heb jou iets gezegd. En je hebt niet de afspraken gehouden. En nu kan het hele virusplan misschien helemaal niet doorgaan. Wat moest ik doen? Oh. Wacht even hoor. Wacht even. Jij bent met die beacons bezig in de lucht. Zeg maar, klopt. Zorgen dat. Ja? Jij zou zorgen. Dat ik zorgen. Genoeg stroom zou hebben. Ja. Dit is buiten de stad, Bob. Nee, ik merk het. Jij hebt last van deze beacon. Ja. Omdat ik die beacon hier de lucht in heb gedaan. Ik denk het wel. Ja, wat zou het anders moeten zijn? Oh mijn god. Weet je, hier even voor jullie kijkers thuis. Hier is een flashback van dat Bob mij vertelt over de beacons. Ik injecteer als het ware een soort van serum in de lucht. Oh, en dan valt het in het... Dat gecombineerd met het regen dus. Het serum valt uit de lucht op het virus. Waardoor het virus langzamerhand... Waarschijnlijk wel, ja. Allemaal van die rare blokken worden en zo. Uiteindelijk is dat de bedoeling. Wat daar wel het nadeel aan is, is dat dat kost zoveel energie en zoveel moeite. Ja. Kan het geen invloed hebben van buitenaf. Wat betekent dat die andere stralen die op dit moment overal in de lucht zijn... Maakt niet uit welke het zijn en waar ze staan. Ze moeten allemaal uit. Maar... Dit is buiten de stad en daar heb jij gewoon last van. Ik denk, wat zou het dan moeten zijn? Die beacons van Frederik, die twee grote zwarte stralen de lucht in. Dus waar is die daar? Ja, wacht, kom even mee. Ik denk echt niet dat het mijn beacon is. Ik heb zo, ik dacht, dit is zo ver van de stad vanuit. Dat is niet eens binnen mijn render distance. Kijk, je hebt die twee grote beacons daar, zie je? Dat is toch 100% jouw probleem, niet die van mij daar. Jeetje mina. Ja, jeetje mina, inderdaad. Hoe heb ik die nou gemist? Je bent er dwars langs gelopen. Ja, daarom zeg ik, hoe heb ik die nou gemist? Dat weet ik niet. Maar ja, dat is het ding. Frederik heeft ze aangezet. Ik kan ze moeilijk uitzetten. Maar wat moet ik er nou mee? Oh, hij tapt stroom van mij af. Ik had het veel voorspoediger geschat. Ik weet niet wat ik moet doen. En daarom ga ik nou maar weg. Dat is niet mijn probleem, Pop. Doe je lekker je ding. Ik denk, waarom gaat hij nou hierheen lopen? Hij wil gelijk mijn beacon de schuld geven dat ik te veel stroom gebruik, zodat hij zijn beacons niet in de lucht kan sturen. Laten we ook zo meteen teruggaan naar Bob om even te vragen hoe en wat, weet je? Hoe het eigenlijk zit met het virus? Of hij al enig progressie heeft gemaakt met de tegengif, want dat zijn we de lucht in aan het sturen en zo. Dus dan gaan we even naar kijken hoe en wat. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik even langs Jan. Want ik zie dat hij daar zit. Kijk, hij zit weer in het water, wat die laatste ook deed. Dat snap ik helemaal niet. Jan, wat ben je nou aan het doen? Jan? Is hij in slaap gevallen? Oh mijn god, volgens mij slaapt hij. Jan! Jan! Goedemorgen, hé. Wat zat je in diepe slaap of zo? Nee. Nee, wat was je aan het doen? Slapen. Oh mijn god. Hé, kom even, hoe is het met je? Ik wil even dingen laten zien. Kom even hier. Kijk, ik heb hier, wat ben je aan het bukken? Cherry. Ik ben hier, ik heb deze waterput voor jou gemaakt met daar achterop... zit een antenne en dat is de wifi-versterker. Waar? De router als het ware. Ja, daarachterop zit hij. Kijk daar. Zie je hem? Oh, daar. Die roon. Ja, die heb ik vorige keer voor jou gemaakt. Dus je hebt hier een mooie waterput en zo. Dan, dus ik heb hier nu wifi. Je hebt daar wifi, ja. Hoe zet ik dat aan dan? Ja, weet ik niet. Jij wilde wifi. Ja, maar ik weet niet hoe dat werkt. Oké, maakt niet uit, Jan. Kijk, ik heb nog wat dingen voor jou gebouwd. Ik heb zeg maar je lijstje afgewerkt. Ik heb hier een grote, mooie appelboom gebouwd. Alleen de appels die moeten natuurlijk nog even groeien. Dan is het toch geen appelboom? Hoezo niet? Als de appels moeten groeien, dan is het toch gewoon een appelboom? Ja, maar ik wou een appelboom. Ja, dat is dan toch een appelboom? Zie jij appels? Nee. Ik weet niet. En dan hier een overkapping voor alle ezeltjes van je. Ik heb er twee. Ja. Alle is twee.
Ja, voor je twee ezeltjes. Ja, nee, dat is nou klopt wel, ja. Ja, klopt wel, sorry. En kippenschuur daar. De kippenschuur die... Oh, nou, die heb ik nog niet gebouwd trouwens, je kippenschuur. En je... ik heb je lijstje bijna afgemaakt. Ik heb de overdekte schuur nog niet en de kippenschuur nog niet. Maar, als je van meekomt... Maar wat? Kies op de laatste pagina. Op de laatste pagina, ja. Er staat dit moet af zijn op 9-11 en het is inmiddels 12-11. We zijn 3 dagen verder. Ja. Yeah. Ja, maar kijk wat ik wel gedaan heb. Als je van meekomt, dan kan ik je dat trots laten zien. Jongen. Kijk, ik laat je hier met trots zien... Een grote bietenakker, wat je wilde. Met beregeninginstallatie. Ja, de beregeninginstallatie heb ik niet gemaakt, want ik weet niet eens wat een beregeninginstallatie is op een akker. Maar ik heb wel gewoon een grote mooie bietenakker voor je gemaakt. Ja, maar geen beregeninginstallatie. Nee, ik weet toch niet wat een beregeninginstallatie is op een bietenakker, joh. Want ik heb nog nooit in het veld gewerkt in mijn leven. Ja, maar jij hebt toch een hele stad met inwoners? Kijk toch wel voor, misschien weer hun, hè? Ja, mogelijk, maar dat heb ik niet gedaan. Ik wacht. Op wat? Op mijn beregening? Ik ga geen beregeninginstallatie maken. Het is mooi zo. Ik krijg er niet eens betaald voor, Jan. Hé, hey, waar ga je heen? Nee, dan stoppen we dit gesprek, hoe? Dan stoppen we dit gesprek? Hoezo? Ik heb het allemaal voor jou gemaakt. Je krijgt van mij te horen, ja. Ik krijg van jou te horen. Oh mijn god, oké. Okay. Ik krijg van hem te horen. Ik heb dit allemaal gedaan, gewoon. Ik krijg er niet betaald voor, niks, weet je. Ik maak het gewoon leuk allemaal voor hem. En vervolgens wordt hij boos dat ik een beregeninginstallatie niet gemaakt heb. Ik weet niet eens wat het is, jongens. Er zullen velen zijn in de comments hier die wel weten wat een beregeninginstallatie is. Ik heb geen idee. Althans, niet op een... Ik gok dat het gewoon sproeiers zijn. Een soort fancy woord voor sproeiers, maar dat kan ik ook fout hebben. Ik durf eigenlijk niks te zeggen erover voordat ik een domme opmerking maak. Sorry! Ik hoor nog van hem, zegt hij ook echt. Maar goed, laten wij even naar Bob gaan. Nou, we zijn bijna bij het ziekenhuis. Jongens. Oh mijn god, wat is dit? Waarom staan ze daar? Hoe zijn ze sneller dan ik? Ik ben hier letterlijk heen gevlogen. En wie is die andere? Huh? Dat is Boeian. Met wie is dat ernaast? Ja. Yeah. Hallo. Boeian, hoe kom jij hier zo snel? Ja, yeah. Ik kreeg van mij de hoor. En wie ben jij? Ja, dit is meneer waar u over heet. Dit is Morvergoor. Dit is wie? Morvergoor. Je Overgoor? Je Overgoor. Huh? Wat? Ik versta er echt niks van. Wie ben jij? Wat doe jij hier? En waarom zijn er twee? Jullie lijken op elkaar. Dat klopt. We zien oude kameraden van elkaar. Ja. Oude kameraden van elkaar. Jij bent zijn wat? Voelen, ja. Wat doe jij? Ik snap. Ik ben helemaal in de war. Wacht even hoor. Stap even van jullie ezels af inderdaad. Ja, dankjewel. Ik ben boer Martin. Boer Martin? Ja, oh nee hoor. Maar je ziet er niet advocaat. In het weekend ben je advocaat? Ja, zie je. Oh mijn god, dus je bent zijn advocaat. Oh, advocaat, dat zegt hij. Oh mijn god, oké. Okay, ja. Hoe wacht maar... even, nog meneer zo loopt weg. Kom hier. Kom hier, beest. Zet. Maar goed, dit is de persoon waar u overheen. Wat? Waarom is het zo moeilijk om jullie te verstaan? Ik kan het gewoon niet verstaan. Je belooft allemaal dingen, maar ik kan het helemaal niet aanmaken. Oh ja, dat heb je verteld. Ja, dat heb je verteld. Ja, meneer, wat is uw voornaam? Zo ben je voort. Ik ben Martin, advocaat. Martin, advocaat, de boer. Nee, ik ben een boer. In weekend ben ik advocaat. Het is nu weekend. Het is zeker weekend, ja. Ja, dat klopt trouwens. Het is nu zaterdag. Zaterdag 12 november, ja. De zon staat op de De regen komt naar de zon. Het is weekend. Oké, prima. Maar goed. Ik heb van mijn cliënt gehoord dat er afspraken zijn, maar hij moet niet even nakomen, ja. Nee. Hallo, ik maak allemaal gratis dingen voor die man. Ik heb hem gratis... Weet je wat, we gaan het niet zien doen. Kom even mee naar de boerenland. Ja, dat kan ook wel, ja. Oké, jongens, ik ben hierheen gevlogen. Dus dan zullen ze elk moment aankomen. Wow, wat een toeval. Daar inderdaad zijn ze alweer. Hallo, Martin en... Dat is zo stom, dit. Oh, ze gaan de ezels gaan ze ook even stallen, zie ik nu in het mijnoverkapping die ik heb gemaakt. Huh? Het zijn er ineens meer. Oh ja, natuurlijk. Die Martin is ook op zijn eigen ezel waarschijnlijk aangekomen. Gaan we... Oh, dat gaan we binnen... de deur ook gewoon dicht. Hallo, klop, klop. Ja, kom maar binnen. Kom maar binnen, ja. Oké, ik speel gewoon even mee. Mag ik erbij zitten of? Tussen jullie in? Ja. Oh mijn god, oké. Okay. Nou, hallo. Goeiedag jongens. Goeiedag. Ik ben Martin. Goeiedag. Boer Martin. Ja. Goed, we gaan het even hebben over de problemen die met mijn cliënt heeft. Ja. Problemen met de cliënt? Met jou? Ja. Met Boeian. Maar weet je, ik heb dit huis gebouwd. Ik wil niet dat hij wat benodigt. Oké, prima. Ik ga hier even op in. Ja, oké. Wat is het probleem? Wat willen jullie dan? Ja. Maar dat moet niet aankomen. Jan. Is hem stil praten? Hij moet praten, hier niet. Ik versta er niks van. Hij zegt dat ik moet praten en jij niet. Je moet stil zijn en luisteren. Ik ben stil en ik luister. Precies. Maar goed. Wat gaan we hier aan doen? Nu mag je praten. Ik heb van alles gebouwd. Ik heb een bietenakker gebouwd. Ik heb een overkapping gebouwd. Een appelboom. Een waterput met potverdikkie wifi. Hè? Potverdikkie zeg ik. Ja, maar dan is het betekent dat ik serieus ben. Waar is mijn cap? Misschien met twee nim, daar heb ik nog geen tijd voor gehad. Je gaf me zoveel opties in de avondje.
Kijk, als je naar Jan gezicht kijkt, je hebt geen droppels wit op je voorhoofd. Als je naar Jan kijkt, hij is verbrand. Ja, Jan heeft inderdaad een beetje zijn voorhoofd verbrand. Dat klopt, ja, want hij werkt keihard op het platteland. Ja. Ja. En jij ziet nog steeds geel. Kijk mijn ogen. Ik heb dagen niet geslapen. Je kijkt niet naar mijn ogen, Martin. Hoe niet? Ik heb dagen niet geslapen, maar... Martin, kijk nou. Dagen niet geslapen. Nee, dat klopt, ja. Maar goed, daar gaat het nu toch niet om. Mijn nee, maar... Een bietenakker, niet bereidingsinstallatie, niet gemaakt. Maar weet je dat hij daar niet eens voor betaalt? Ik weet niet waarom ik die kant op kijk, maar nee, hij betaalt er niet eens voor. Nee, maar dat is er toch afgesproken, of niet? Nee, jij zei ik al gewoon dat je dit doet, punt, klaar, uit. Ja, dan moet je het doen, natuurlijk zien dat er geen gratis was. Ja. Wat? Ik ging niet dat er gratis was. Ik ga hier niet mee akkoord. Nee, jullie zoeken het maar uit met z'n tweeën. Martin ja, en... Dit gaan we zeker roos doen, ja? Ja? U gaat voor de rechter moeten verschijnen. Voor de rechter? We hebben niet eens een rechtbank. Nee, dus die moet u ook nog even maken. Dan moet ik... Dus zodat ik veroordeeld kan worden. Blijf even staan, ja. Oh, ik blijf even staan, prima. Oh, jee, wacht. Even staan. Ja, oké. Okay. Kijk, er wordt hier een hele bietinstallatie gemaakt, ja? Dit wordt zeer groot. En daarom moeten die bieten moeten goed kunnen groeien met regen. Met beregeningsinstallatie, ook maar als het droog is. Wat is beregeningsinstallatie? Dat is niet zo moeilijk, daar kan er gewoon regen worden geplaatst. Kunstmatige regen, zodat die bieten... Een sproeier! Ja, precies, ja, een sproeier. Zeg dan gewoon een sproeier! Nee, maar een sproeier die kan je verplaten. Een beregeningsinstallatie is wel moeilijk. Die staat gewoon vast, ja. 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 Ik snap hier helemaal niks van. Nou, wij wel. Wat wil je dat ik doe? Dat ik dit nu ga maken? Nou, nee. Ik wil gewoon dat er nu duidelijk afspraak wordt met mijn meeliënt. En anders gaat u echt voor de rem zijn. Ja, yeah, hier. Neem een biet. En ga... neem een biet en ga werken. Moet ik een biet nemen en weg naar hier? En ik neem een biet, ik eet hem op. En dan ben je, ja. En dan weg. Hoe smaakt die? Ja, hij smaakt op zich wel lekker. Met de berekening is hij nog lekkerder. Lekker sappig. Maar die is er nog net. Nee, die is er nog niet, nee. Dus wat moeten we dan doen? Wat wil jij, Jan? Ik wil dat hij dit nu maakt. Wat wil je dat hij nu maakt? De beregeningslaas, ik heb een schuur met twee benippen, een schuur voor mijn morgen. Wat wil je dat ik... En de rechtbank. En wat is dit allemaal, jongens? Ze willen dat ik dat doe, anders ga ik naar de rechter en we hebben geen rechtbank. Dus dan moet ik de rechtbank maken, zodat ik daar terecht kan komen om veroordeeld te worden en weet ik wat allemaal. Nee, zij betaalt hier niet eens voor. Hij wil gewoon dat ik dit doe en klaar. Maar het ding is, ik weet wel dat hier een kippenschuur heel mooi zou staan. Alleen beregeninstallatie, daar stikt hij maar in. Ik zorg al, het gaat wel gewoon een keer regenen en dan smaken de bieten ook even lekker. Oh mijn god, jongen, die boei. Wat gaan jullie nou weer doen? Nou, we gaan gewoon even kijken op Plalandia. Nou, die gaan even kieken op het platteland, inderdaad. Prima. Nou, dat doen ze waarschijnlijk als ze zijn aan het controleren. Oh mijn god. Maar goed, jongens, laten we het boerenleven even achter ons met die boer Jan en boer Martin, die in het weekend een advocaat is. Wat een rare gasten. Laat even in de reacties weten wat jullie vinden dat ik moet doen. Vinden jullie nou dat ik een rechtszaal moet maken en daadwerkelijk dat soort dingen met ze moet gaan doen? Of dat ik het gewoon lekker moet vergeten en mijn ding blijft doen? Vergeet zeker dan ook even niet je een likeje achter te laten, hoort erbij. Maar wat ik nu wil gaan doen, jongens, ik wil hier aan de slag gaan. Want het ding is, als je hier nu uit de poort zo komt, het ziet er allemaal een beetje, ja, kaal uit. Max! Ik schrik me helemaal kapot, weet je? Ja, dat weet ik. Oh mijn god, jongen. Ik heb belangrijk nieuws. Wat is er? Ik heb iets gevonden. Met Rick. Ik zag Rick net ook al aan het bouwen. Ja, Rick is vader geworden. Rick is vader geworden? Nee. Hey, wat? Ik ben al een tijdje aan het spioneren bij Frederik en... Ja, klopt. Ariel. Jij bent zijn... Ariel! Ja, jij bent... doe je dat nog steeds, het spioneren bij Frederik? Het gaat een beetje stroef de laatste tijd, maar... Kom je steeds doet het nog steeds. Je bespioneert nog steeds. Ja, zeker. Lijp. En ik heb wat gevonden. Oh, en dat kom je nu vertellen? Dat kom ik nu vertellen. Oh, wat heb je gevonden? Secret. Een secret. Een geheim. Een heel groot geheim. Ik was Ariel aan het bespioneren. En toen moest Ariel en ik weg. Ja, oh. Ik weet misschien waar het heen gaat. En toen verdween ze. Ik zag het ook. Ja. Hoe heet het? Laatste was ik... Wacht even. Voor het laatst was ik in mijn kasteel. Was ik aan het bespioneren dat Ariel een meeting had met Frederik. Hier even voor jullie kijkers thuis een flashback. Ik zie je nog. Ariel hier. Oh mijn god. Ariel, wat goed dat je er bent. Ja, heel goed. Jongens, wat is er gebeurd hier? En ik had die meeting dus gehad met haar en zo. Of een meeting. Ja. Ik had het bespioneren van die meeting tussen haar en Frederik gezien. Mm-hmm. En toen moest ze via een geheime kamer weg. Liep ze heen. Ik heb het nooit gevonden. Nou, en ik kan natuurlijk niet verdacht daar rond gaan lopen. En weet ik van, want Frederik houdt me in de gaten. Zo is het. Maar hij denkt natuurlijk nog steeds dat jij voor hem werkt. En dat is waar. Kijk, ik liep dus nog wel een beetje geheimzinnig natuurlijk achteraan. Zullen we trouwens in de tussentijd die kant op lopen? Ja, goeie. Want je gaat het laten zien, neem ik aan, hè? Ja, dat is wel de bedoeling. Ik ben er niet in geweest. Ik heb geen flauw idee. Nee, oké, maar het is wel leuk om dan eventjes erheen te gaan en misschien te kijken of we erin gaan. Want ik wil wel weten wat voor geheime ingang zij gebruiken om binnen te komen en zo, weet je? Of het dus,
of het is gewoon een makkelijke uitgang of ingang. Ja, maar... of het is inderdaad een makkelijke uitgang. Maar wie weet, weet je, laten we gewoon die kant op gaan. Ja. Maar hoe heb je het gevonden? Nou ja, ik was Ariel dus aan het bespioneren. En toen ging ze ook, was even aan het praten met Frederik. En daarna ging ze ook weg. En ik dacht, maar even kijken waar ze heen loopt. Want ze liepen een beetje een vreemde route die ik niet zou nemen. Maar ja, deze kunnen we niet pakken, want dit moeten we voor het virus oppassen. Oh ja, dat is een goeie. Nee, maar meestal neem ik ook een vreemde route in jouw kasteel, want ik weet nog steeds de weg niet. Maar... Nee, oké, dat snap ik. Oh mijn god, wat heb je over hem geleerd? Ik weet niet wat ik in zulke situaties moet doen. Geen idee. Laten we deze kant op lopen hier. Ah, nee, wacht, hier kunnen we niet heen. Wacht, hier omhoog. Snel naar links. Hierheen. Hij is al weg. Is hij weg? Hij is al weg. Hoe dan? Ja, geen idee, je liep links weg, was hij? Ik snap dat niet. Ik ook niet. Laten we dan maar deze kant op gaan. Ben je dat hij weg is? Dus jij hebt het gevonden en vanaf hier weet ik... Dus ja, leid jij vanaf hier maar de weg? We moeten naar jouw tuintje. Er zit ergens een binnentuintje. Waar mijn dieren staan. Klopt dat? Ja, dat klopt. Nou, het ding is, dat dacht ik dat het was, want daar liep zij ook al heen. En ik had gezocht en weet ik wat, maar ik had niks gevonden. Ik zag geen geheime dingen. Jezus. Ik zag geen geheime dingen staan. Oh mijn god, we worden wel in de gaten gehouden. Misschien... Ik loop er achteruit, ziet hij me niet. Hij is al weg. Maar wacht even, Justin. Weet je, denk Frederik dat wij nog ruzie hebben? Misschien wel goeie dat we Oké, wacht. Hebben. Laten we verspreid naar het tuintje gaan. Niet tegelijk, oké? Okay? Ik neem wel een andere kasteelroute. Kom maar goed. Ik ken het kasteel. Kom maar goed. Okay. Ik meet je bij het tuintje, oké? Okay? Oké, joe. Joe. Oké, jongens. We gaan niet samen met Justin die kant op lopen. Want Frederik denkt nog steeds dat wij ruzie hebben. Maar ik weet dat hier ook een trap zit waar ik omhoog kan. Die heb ik natuurlijk ooit een keer gebouwd. Dan kom je ook in het kasteel. Alleen ja, dat stomme poepvirus telkens. Laten we dan maar gewoon de firework gebruiken. Hier, kijk. Deze trappen doen er niks. Zo. Als je deze namelijk neemt, dan kom je ook in het kasteel terecht. 1, 2. Hier, dan kom je in de opslagruimte hier van de keuken terecht. Oh, wat was dat? Wie was dat? Ik zag het niet, het ging te snel. Ik zag het niet. Hé? Er ging iemand hierheen. Oh mijn god. Hey Ariel! Hallo! Wat doe jij hier? Nee, Ariel! Ik heb geen zin in jou. Wacht even, kom eens hier. Ariel, wat doe jij hier? Waarom ben jij in mijn kasteel? Ik was de patiënt aan het verzorgen. Want dat was mijn taak. Hè? Ja, dat snap ik. Niet met jou in de pauze op zoek naar mensen. Of ergens andere dingen aan het verzamelen. Nee, oké, prima. Oké. Doe jij je ding. Ga je gang. Yeah. Weet ik, zoek het uit. Oh mijn god, Ariel is dus daar... Ja, Ariel is dus daadwerkelijk hier gewoon vaak, jongens. Oh mijn god. Oké, laten we even de route naar de tuin pakken. Zonder dat ik betrapt word. Dan gaan we deze nemen zo. Dan ga ik langs het buitenste randje. We hopen dat ik niks zie. Daar zijn de paarden. Oh god, Ariel is daar. Oh mijn god. Kijk, ze gaat er weer heen. Ze gaat sowieso die geheime ingang weer gebruiken. Ze liep die kant op. Nou, laten we hopen dat Justin er ook al is in de tussentijd. Oké, Justin is er. Justin! Ja? Laten we even een hoekje pakken waar we niet gezien worden door guards. Hier, wacht, kom. Dit hoekje, deze zijn in het donker. Sorry. Oké, heb jij iets gevonden? Jij hebt iets gevonden, zei je trouwens. Dat is geen vraag, maar dat is een weet in de wereld. Dat is waar. Je hebt die vier hendels, hè? Daar zit er eentje, daar zit er eentje. En dan heb je hier ook twee. Ja? En elke keer denk ik, wat is dit, ja? Hier? Ja? Er zit niks onder. Er zit niks onder, nee, maar dit herken... Ik heb dit ook niet gebouwd. Hey, Frederik. Justin, wat doe jij in dit kasteel? Ja, wat doe jij in dit kasteel, Frederik? Sinds wanneer is Justin hier welkom? Sinds wanneer is Justin hier welkom? Stik lekker op, stinkmarkt. Ik vertrouw het niet. Ga lekker, ga je iets anders doen of zo. Hij is weg! Ik snap het niet, Justin. Maar wat is het? Wat sinds wanneer zitten deze dingen hier? Ja? Kijk, als je hier, als je deze open doet. Daar zit steen onder. Ja, en dan zie je deze. Die. Ja? Oh, als ik hem zo doe. Oh mijn god, is dit het? Dit is het wel. Denk het. Kan jij hier de wacht houden, zorgen dat er niks gebeurt? Oké, als je Frederik hoort, doe dan twee keer een vogelgeluidje, oké? Ja, doe ik wel. Doe dat maar, oké? Dan ga ik erin. Ja. Dus doe jij ook de deur achter me dicht? Ja, doe ik. Dan? Ja. Oké, ik weet niet hoe ik hier uitgekomen, maar dat is goed. Ik geen succes ermee. Doei! Doei! Oh! Oké, daar zijn we jongens. We zijn in een geheim. Kijk, hij heeft de deur achter me dicht gedaan, top. Er zijn drie gangen waar we heen kunnen. Een paarse, een blauwe... En een zwarte. Ik hoor rechts van mij water. Dus laten we maar als eerst deze kant op gaan. Ga heel voorzichtig. Wat is dit, jongens? Dit is wel het geheime... Oh, mijn god. Wat is dit? Oh, wat is dit? Oh, mijn god. Daar wil ik niet heen. Daar gaan we niet in. Daar gaan we echt niet in. Absoluut zeer zeker niet. Oké, zwart gaan we dus niet heen. Dat zag er veel streng uit met al die hoofden en zo. Laten we dan maar blauw pakken. Want ik dacht dat ik rechts water hoorde. Maar dat zal dan wel hier zijn. Wat is dit dan? Wat is dit voor raar iets? Water en rare... Het lijkt wel een soort... Weet ik niet. Ik weet niet wat ik hiervan moet vinden, jongens. Wat is dit? Hebben jullie enig idee? Laat het in de reacties weten. Dit zit onder het kasteel. Dus ik dacht dat dit dan de geheime route is van Ariel. Maar het is meer. Het is meer dan een geheime route. Oh, wat is daar? Wacht eens even. Zal ik er gewoon eens ingaan? Even kijken. Waar gaat dit heen? Kijk, dit gaat... Oh!
Oh mijn god, dan kom je hier uit. Sinds wanneer zit het hier? Ik kom hier nooit, jongens. In deze grot kom ik daadwerkelijk nooit. Voor als je afvraagt waar dit is letterlijk gewoon bij de rijtjeshuizen hier, bij de bank en zo, weet je. Ik heb deze grot ooit gebouwd. Maar blijkbaar is dit dus de geheime ingang in het kasteel. Had ik kunnen weten. Ik had het oprecht kunnen weten. Wow, wat een... Oh, dan hoef ik dat nooit meer te gebruiken, die dinges. Maar zo kom je dus in het kasteel. Althans, ik vraag me dan af. Je komt zo in die ruimte daar beneden. Maar hoe kom je dan in die valruimte waar die pistons zitten en zo? Hoe klim je daar naar boven? Oké, maar dit is goed om te weten. Ik moet even oppassen dat ik niet betrapt word. Dus laten we snel maar weer die kant op gaan. Want ik wil die laatste kamer ook absoluut nog even bekijken wat daar gebeurt. Maar dit is dus blijkbaar gewoon de geheime ingang naar het kasteel. Kijk, dan kunnen we zo. Moeten we even zwemmend moeten we dit doen. Zo, kijk, want dan kunnen we... Ah, kom op. Juist, kijk, zo kunnen we erin zwemmen. Ah, dit is dus gewoon de ingang. Ah, oké. Het is goed om te onthouden dat ik dan via hier altijd stiekem het kasteel in kan komen. Maar wat is de paarse ruimte? Wat is deze ruimte, jongens? Voordat we erin gaan, laat zeker nu even een likeje achter. Kom op, reageer wat jij denkt dat het is. En misschien heb je dan wel gelijk. Want ik heb namelijk ook geen idee. Het is... Wat is dit? Oh mijn god. Nee, dat is het virus. Huh? Wow, wat is dit? Huh? Jongens. Wacht, ik ga niet te dichtbij komen. Oh my days. Het gaat alle kanten op. Het gaat naar rechts. Het gaat naar boven. Het gaat beneden. Het gaat naar links. Het lijkt wel een soort van power source. Een soort van het hart of zo. Zou dit daadwerkelijk het hart van het virus zijn? Oh mijn god. Nee. Daar kan ik erin. Ja, ik wil niet te dichtbij komen. Ik mag het niet aanraken, maar... Hè? Wow. Ik denk dat dit daadwerkelijk het hart is, jongens. Dit is de power source. Hier komt alles vandaan. Dit is gewoon... Ik vind dat geluid niet leuk. Oh mijn god, nee, nee, nee! Je hebt het dus gevonden. Wat gevonden? Waar heb je het over? Nee!